Hoi, welkom bij de Kleine Avond 2021. Ik ben Sosja. En ik ben Mees. En wij van Misai hebben samen met geweldige acteurs en muzikanten dit jaar weer een Kleine Avond georganiseerd. We hopen dat jullie er ontzettend veel van gaan genieten. We gaan vanavond verschillende dingen zien. We hebben fantastische optredens, een heel leuk toneelstuk. En ook wordt zoals elk ander jaar de Gouden Johan en Johanna uitgereikt. Nog een laatste dingetje. Dit jaar is de entree van de Kleine Avond gratis. Wel is er de mogelijkheid om een kleine bijdrage te doen. Er staat een link naar een tikkie in de omschrijving van dit filmpje. Yes, alvast bedankt en heel veel kijkplezier. We schakelen nu over naar Studio Klop met de late avondshow. Er zijn sommige plekken in Nederland waar de koffie zo ongelooflijk vies is. Ja, nee, maar over het algemeen is de koffie in Nederland wel matig, hè? Over koffie gesproken? Mijn boek begint... Hé, ik was een keer in Frankrijk, op het terras. Ja, daar was pas goede koffie. Wat een kwaliteit. Daar moet echt een gekke worden. Ja, hè? Bobby? Mijn naam is dus Nikki. Niet Bobby, maar Nikki. En ik ben hier om geïnterviewd te worden over mijn nieuwe boek. Jan, Mick, Nick, Jan, Jo, Bobby. Ja, het maakt me allemaal niet uit, joh. Ik ken trouwens nog een Nicky. Ja, die zat bij mij op de basisschool. Wat een klunzige meid was dat toch. Een keer in de pauze was... Martijn! Interviewer over dat boek. Kom op, ze is de gast als nieuwe schrijfster. Oh ja, je bent de schrijfster. Ja, want jij schrijft dus met... Jij schrijft dus voor... Met een pen en papier schrijf je dus woorden op. En dan maak je een verhaal. Ja, nee. Ja, boeken, hè? Ja, nee. Echt leuk, ja. Gek. Leuk. Ja, dus in mijn boek, het verhaal achter de koffieboom. Oh, dat gaat over koffie? Dat is echt mijn favoriete onderwerp. Ja, soms droom ik zelfs over koffie. Koffie kan zoveel goed maken. Ja, sommige mensen beginnen dan te praten over thee. En denk je echt van, waarom thee? Waarom zou je iets met thee doen als je ook koffie kan hebben? Ik bedoel, dat soort mensen, dat gaat helemaal nergens over. Oké, stop maar, Wilders. Je bent ontslagen. Hup, oproepelen en laat het bureau maar even vrij. Ik krijg toch wel uitbetaald voor deze... Martijn, hup, oproepelen! Ik,
Ik denk dat ik ook maar ga. Laat op de muur zitten. Ja, yeah, sure. Oké, iedereen kom even bij. Oké, ik wil nu echt content zien. Lekker dan, Frederik. Nu gaat het programma al helemaal in de Filistijnen. Wie wordt nu de nieuwe host? Want we hebben nog een half uur te gaan voor het einde van de uitzending. Aangenomen, lieve meid. Harco, jij bent officieel gepromoveerd van schoonmaak tot nieuw geluidschef. Frederik, hou even. Deze gast is een schoonmaker. De geluidskwaliteit gaat nu nog slechter worden. Nee joh, fix haar wel. Oké, jongens, ik wil nu echt content zien. Kwaliteit! Oké. Schieten in 3, 2, 1, actie! Hallo beste mensen, daar zijn we weer. We hadden een kleine technische storing, maar we zijn weer helemaal back on track. En dan nu een gast die een manier heeft gevonden om prachtige schilderijen te maken in minder dan 10 minuten. Geef een groot applaus voor Karin! Het is mevrouw, u was voormalig schilder in de kunsthal van Amsterdam. Maar u heeft nu een manier van schilderen ontdekt. Huh? Ik had toch om thee gevraagd? Ik ben hier nu al 20 minuten en het enige wat ik krijg is een glas water. Excuus mevrouw, er zal zo snel mogelijk wat gebracht worden. Terug naar het onderwerp. Er is vernomen dat u een ongebruikelijke schildertechniek gebruikt. Kunt u daar een verder... En ik had toch echt om een donut gevraagd in de mail? Ik heb jullie een mail gestuurd. Ik wil een kopje thee en een donut. Is dat zoveel gevraagd? Ik wil de manager spreken, nu. Waar kan ik haar vinden? Ik denk niet dat het nodig is, mevrouw. Neemt u anders een appel? Wat zei je? Een appel? Een appel? Ik kom naar deze show en ik kom hier om een donut te eten, niet een appel. Wat een waardeloze flipshow is dit echt. Oh. Caroline, neem het over. Neem het over. Dat was voor de verandering eens een enthousiast interview. En dan gaan we nu kijken naar Jasmijn en Kinders die er een prachtig optreden van gaan maken. Geef ze een groot applaus.
FCC, wow, let me be, so let me yeah. Let me see, to try to me down on MTV, but it feels so empty without me. This looks like a job for me, so everybody just follow me. Cause we need a little controversy, cause it feels so empty without me. Onze volgende gast, Martien van Rossum. Dus Martien, hoe was je vakantie in Djibouti? Ja, mijn vakantie in Djibouti was eigenlijk wel goed. Ja, Djibouti is maar een klein land. Er waren nog geen 1 miljoen mensen. 60% Somaliërs, 35% Afar. En dan nog wat loslopende Ethiopiërs. En wat Fransen en Italianen die naar de kolonisatie zijn blijven hangen. En dan heb je het wel ongeveer gehad. Leuk om te horen. De afgelopen tijd heeft... Ja, het is er ook ontzettend heet. Ik bedoel, wat dat betreft, ik ben natuurlijk Amerika-deskundig geweest en ik ben wel eens in Death Valley geweest. Nou, dat is ongeveer wat Djibouti ook is. Gewoon ontzettend heet. En dus kan je in vakantie eigenlijk daar het beste maar slapen. Juist. In ieder geval, u bent een beroemd historicus en u chef 5 verschillende programma's, voornamelijk over geschiedenis. Hoe is het eigenlijk tot stand gekomen? Ja, dat is een gek verhaal. Ja, gek verhaal. Ik was een keer in Taiwan en toen wilde ik een kopje thee. Ik had ongelofelijke dorst, ik had zin in een kopje thee. En toen serveerden ze me alleen maar een bakje heet water. En dat vond ik eigenlijk best wel gek. En toen ben ik gaan nadenken hoe dat zo in de geschiedenis gekomen was. Martien, ik vroeg hoe u een tv-ster bent geworden. Oh, ja. Kijk. TV zit vol met visuele effecten en zo. En iemand die in het zwart is, daar kunnen ze altijd wel iets mee doen. En ten tweede is het zo, ik ben natuurlijk enorm intelligent. En ik geef dus over het algemeen alleen maar interessante en juiste antwoorden. En daar is ongelooflijk veel vraag naar bij de TV, want dat is erg schaars. Ja, interessant. Ja, en over dat bakje thee gesproken. Op een gegeven moment was er dus een crisis in de jaren 60 met staal. En toen is er dus, waren er te weinig vershoutbakjes. En op dat moment is er dus de situatie... Pieter Bruinvis gekomen en die heeft een theezakje ontwikkeld. Oké, dankjewel Martien. En dan schakelen we nu over naar Factchecks met Arjan Plas. Chicks met Arjan Plas. Duw, duw, duw. Dankjewel, Birger. Kan je zien dat ik heb geplast? Nee? Oké, dat is mooi. Welkom, dames en heren, bij weer een nieuwe Factchecks met Arjan Plas. Waarom heet het eigenlijk Factchecks met Arjan Plas? Check je feiten? Onthul ik weer een probleem? Nee, beste dames en heren. Ik heb een flauw idee waarom het zo heet en ik heb een flauw idee waarom ik hier zit. Maar, zoals altijd, maken we er een hele mooie show van. De prachtige Simone en haar assistenten hebben een wonderbaarlijke reportage weten te maken. Eens kijken. Daar ben ik naar gebleven. Ja, beste dames en heren. Het rijdt vandaag om skaten. Weet je wel, beste kijkers. Skaten met zo'n bordje onder je poten en flips en zo. Ja, ik heb wel eens zo'n bordje onder mijn tenen gehad. En meteen een wond onder mijn elleboog. Nou, jongen. Het deed pijn. Ik kon een maand lang niet duimworstelen. Maar je ziet me vrouw lekker gaan op dat bord. Hè? Met al die flips en tricks en alles dat. Ja, wat een wonder is het toch ook. Dat mensen het allemaal kunnen, joh. Echt te gek. En ze valt. Wat tragisch. En wajow. Een jump over een verkeersbord. Lekker dan. Zo. Nou, dat was het dan weer, dames en heren.
Factsex met de enige echte Arjen Plas. Tot over een weekje misschien. Ik zie je wel. Factsex met Arjen Plas. Zomertalent. Dat was het alweer voor vanavond. Heel erg bedankt voor het kijken naar de gloednieuwe Vera Late Night. Vera, de show heet niet Vera Late Night. Dat zei ik net toch nog? Weet je het zeker? Ja, Vera, dat weet ik zeker. Anyways, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En graag tot volgende week. Voor nu mogen jullie graag genieten van Venus Flytrap. Groetjes aan je oma. Vera, laat mijn oma hier buiten, wil je? Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Aangezien we over 1 minuut live moeten we misschien iemand anders beter in de plaats van Vera kunnen zetten. Want
Dit gaat niet werken. Oké, daar heb je een punt. Oké, jongens, stop maar met zoeken. Oké, tijd voor plan B. Caroline, jij presenteert het programma in plaats van Vera. En Harco, jij ondersteunt Caroline waar nodig is. Carolina, mi no matan sondro you. Harco, hup, doe je ding. Ja, sorry. Oh, Caroline. Hier, misschien heb je hier wat aan. Oké, jongens, kom op. Goedenavond allemaal en welkom bij een gloednieuwe aflevering van de Late Avondshow. Deze keer niet met Vera, maar met iemand anders voor de verandering. Mijn naam is Caroline van der Santen en ik ben uw host voor vanavond. We hebben vandaag ook een zeer speciale gast, namelijk Nicolas Simons. Welkom Nicolas. Nicolas gaat ons alles vertellen hoe hij tot Mitch the Golfer is gekomen. Dus, Nicolas, hoe ontdekte je eigenlijk dat golf echt jouw passie was? Dankjewel Caroline. Ik voel me gevleid dat ik vanavond bij jou aan tafel mag zitten. Mijn passie voor Missy Golven ontdekte ik zo rond mijn 15e. Ik had een zware jeugd achter de rug. Kijk, ik wil niet helemaal in de details ingaan. Nee, dat is wel. Maar het kwam er zo op neer dat voor de scheiding van mijn ouders mijn moeder vreemd was gegaan met de slager bij ons in de buurt. De slager? Ja, ze gaven elkaar speciale knuffels, zoals volwassenen dat doen. En dat dan wel 14 dagen 14? Op een rij. 14 dagen, zeker, ja. Nou, er is zelfs een keer gezegd dat toen de vrouw van de slager thuis kwam, de slager mijn moeder in de kledingkast had gestopt. Nee. Maar ja, dat zijn slechts geruchten. Maar goed, hè. Mijn moeder probeerde dus de relatie met mijn vader te herstellen door naar relatietherapeut te gaan. Maar ja, dat liep ook meteen de verkeerde kant op. Mijn vader die ging namelijk knuffelen met de relatietherapeut zelf. Dat meen je? Ja. Oh. Zo, nou, hoop gezeik. Nou, vervolgens, hè, mijn moeder die was gewoon helemaal, die kon het gewoon niet meer hebben. Ja. Kwam echt gewoon in een depressie. Mijn vader stierf 5 jaar later. Dus mijn moeder die kon echt niet meer voor mij zorgen er ook nog eens bij. Dat was gewoon te veel. Dus ik ging bij mijn oom inwonen. Nou, maar mijn oom, die bleek dus met zijn neus in de poedersuiker te zitten. De poedersuiker? In de poedersuiker, zeker, ja. Nou, hij is 1 keer zelfs op straat, midden in de nacht, om 12 uur, bewusteloos gevonden. Zo erg? Zo, hij was er erg aan toe hoor, kan ik je zeggen. Echt, echt heel erg. Hoe erg? Hij is zelfs gewoon, hij was meteen, echt meteen naar het ziekenhuis gebracht. Meteen, zeker, ja. Ja. Nou, maar goed, hè, dat is allemaal het verleden, is allemaal achter de rug. Maar in ieder geval, op een nieuwjaarsborrel kwam ik dus een oude vriend van mijn vader tegen. Nou, hij zei, jongen, met jou ga ik eens een keertje midget golven. Nou, dat was echt mijn passie. De vonk sloeg meteen over, meteen. Ja, midget golven, dat was wat ik nou echt wilde. Ja, wat een heftig verhaal zeg. Maar goed, je bent nu op een niveau gekomen waaraan je professioneel midget golven doet. Heb je nog toekomstplannen? Ja, zoals elke midget golfer is natuurlijk de Olympische Spelen van midget golfen het ideaal. Maar goed, hè, dat duurt nog wel even. Dus wat mij nou echt te gek lijkt, is om gewoon een meisje te fixen op de golfbaan. En dat we dan vanavond in de avond lekker golfwedstrijd gaan kijken op de bank met een pakje op schoot. Ja, dat lijkt me nou echt geweldig. Nou, kijk eens aan. Misschien zitten er in de zaal nog fans die wel een lesje van jou willen krijgen. Misschien wel dichterbij dan je denkt. Maar goed, we gaan nu over naar Caroline. Die gaat voor ons een act aankondigen. Oh, wacht! Ik ben natuurlijk Caroline.
Ja, dan gaan we nu kijken naar de Glowing Girls die er een schitterend optreden van gaan maken. Geef ze een grote applaus. Young man, there's a place you can go. I said young man, when you're short on your dough. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. De Pizza Hut, de Pizza Hut. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. McDonald's, McDonald's. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. McDonald's, McDonald's. Kentucky Fried Chicken en de Pizza Hut. We gaan kijken naar factchecken met Arjan Plas, kattenfilmpjes en die dingen. Geef ze een groot applaus. Factchecks met Arjan Plas. Welkom terug, dames en heren, bij weer een nieuwe aflevering van Factchecks met Arjan Plas. Ja, dit is de tweede aflevering alweer. Wonderschone Simone heeft in ieder geval weer een wonderbaarlijke reportage weten te maken. Ditmaal over cavia's en andere beestjes. Dankjewel Simone. Ik had nu wel eens een konijn, hè. Ditmaal even zien. Nog bezig was dat? Ik heb een keertje al mijn schoenen kapot geknaald. Nou ja, ik hield wel veel bang hoor. Het was zo dat ik een keertje per ongeluk had doodgeknuffeld. Maar ja, dat was mijn fout.
king in a fried-out combi on a hippie trailhead full of zombies. I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? A women glow and men wonder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover. Muscle. I said, do you speak my language? He just smiled and gave me a Vegemite sandwich. And he said, I come from a land down under. Where does no one mention her? Can you hear the thunder? You better run, you better take cover. Leerlingen van het JDW, die slang en andere beesten. Nou, beste dames en heren, dat was het weer deze week met Factchecks met Arjan Plas. En neem geen konijnen verder op deze. Factchecks met Arjan Plas. Duw, duw, duw. Ja, dat was het weer voor vanavond. Bedankt voor het kijken. Hopelijk is het weer. Daar ben ik dan weer. Het was een chaotische dag voor iedereen. Maar ik hoop dat jullie hebben genoten van deze nieuwe aflevering van de Late Avondshow. Ik hoop jullie volgende week weer te zien met onze grote gast, de bekende Nederlander Gerry Roudet. Mis het niet en tot volgende week. Vera, wat was dit nou? Zomaar helemaal aan het eind van de uitzending aankomen zetten. Ja. Waar was je? Sorry jongens, ik weet het, maar ik had een goede reden. Oké, okay. Waar was je dan? Ik was me aan het voorbereiden op het interview met Gerry Roudet. Ik had zo'n visioen die me vertelde dat ik moest gaan trainen. Dus dat heb ik gedaan, de hele dag lang. Maar daardoor miste ik wel de aflevering. Sorry jongens. Maar voorbereiden, op wat voor manier dan? Oké, okay, ik zal het jullie vertellen. Of nee, nog beter. Ik zal het jullie laten zien. Try to be best, cause you're only a man, and a man's got to learn to take it. Try to believe, though the going gets rough, that you gotta hang tough to make it. History repeats itself, try and you succeed. Never doubt that you're the one, and you can have your dream. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, and nothing's gonna ever keep you down. Your best to win them all, and one day time will tell. When you're the one left standing there, you've reached the final bell. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. You're the best around, nothing's gonna ever keep you down. Wauw, dat was echt een puike flashback. Vind je? Ik ben nog steeds zo bang dat ik ga falen. Ah, kop op, dit kun je wel. Kijk naar mij. Ik was voormalig schoonmaker, nu ben ik volmaakt geluidschef. Volmaakt.
En welkom allemaal bij aflevering 3 van de Late Avondshow met Vera Kortweg. Vandaag hebben wij een hele speciale gast in de studio. Zijn naam is Gerry Raudet en we praten met hem over zijn jeugd, zijn hobby's en nog veel andere dingen. Ik heb het erover met Caroline. Ja, een grote gast mogen we het wel noemen. Dus hoe is het allemaal begonnen? Hoe was Gerry als tiener? Nou, als eerste heeft hij op het stedelijk gymnasium in Haarlem gezeten. En alsof dat nog niet genoeg was, deed hij ook nog veel buitenschoolse activiteiten, zoals de schaak- of de badclub. Dat is dan zeker niet niks. Hoe heeft hij zijn studentenjaren doorgegaan? Nou, op veel universiteiten kennen ze Gerry maar al te goed. Hij heeft wel 5 verschillende masters afgerond. Daarnaast is hij gaan schrijven en nog meer schrijven. Met als resultaat dat hij wel 6 literatuurprijzen heeft gewonnen met zijn lavendel dichtbundels. Daarbuiten is hij ook nog een uitzonderlijke pianist. En in zijn wat heb ik hier zin in, zeg? Zo, waar zou ik gaan zitten? Zou ik hier gaan zitten? Ja? Ja, ik ga hier zitten, ja. Zo, waar gaan we het over hebben? Mark, wat doet u hier? Het interview? Voor de talkshow, toch? Bij Jinek? In ieder geval niet hier, we hebben Gerry te gast. Oh, echt waar? Ja. Dan heb ik hier geen actieve herinnering aan. Doei. Het lijkt mij een goed moment om over te gaan naar Caroline. Fact checks met Arjan Plas. Doei. Ja, welkom terug. En dank je, Vera of Caroline, geen idee. Vandaag heeft er weer de bloedschone Simone met haar team een reportage bij elkaar willen te rapen. Wacht, ik praat puur onzin. Excuus, dames en heren, vandaag is het wederom pakken weer. Hele dag heen, het gedaan. Marjols Weerman, ga ik jullie het weer voorspellen. Ik heb het nog nooit gedaan trouwens, maar ik ben natuurlijk een legend, dus het moet gewoon werken. Simone, wat is dit nou? Ik probeer mijn ding te doen vandaag. Wat is het nou? Oké, beste dames en heren, dan gaan we nu door naar Nederland. En zoals jullie zien, is zelfs Nederland helemaal oranje. Nu is het helemaal het EK hier. Nou, beste dames en heren, laat die ook oranje kort. Simone, niet alweer! We hebben de hele tijd de takkenreportage doorheen. Daar gaat mijn reputatie. Beste dames en heren. Wat moet ik hier nu mee? Beste dames en heren. Het gaat waarschijnlijk ook regenen in Europa, zie je? Waar in Europa? Geen flauw idee. Wanneer in Europa? Ook geen flauw idee. Dames en heren, dat was het weer. Met de fantastische reportages. Met de mythe zelf aan je plas. Nou, Chicks met Arjan Plas. Doe. When you were here before, I can look you in the eye, just like an angel. Your skin makes me cry, flow like a feather. If it hurts,
De stemmen zijn geteld. Het is heel spannend, maar de uitslagen zijn bekend. De winnaar van de Gouden Johan 2021 is geworden... Thomas van der Klis! En de winnares van de Gouden Johanna 2021 is... mevrouw Nicky Spelding. Dat was het weer voor vandaag. En tot volgend jaar. We schakelen over naar Studio Knop.
nu kijken en luisteren naar de Four Non-Brunettes. Geef ze een applaus. John de Mol. Dus, was dat de les van vandaag, jongens? Dat je altijd voor jezelf op moet komen. Dat je anderen niet over jezelf heen moet laten lopen. Dat je moet laten zien wie je echt bent. Wat?
Jij clown, natuurlijk niet. Drama. Als er maar genoeg drama op tv is, vinden mensen het geweldig. Jongens, niet om de ik wil niet de sfeer verpesten, maar we moeten de show afsluiten. We moeten gaan. Oh, oké, jongens, let's go. Ja, lieve mensen, heel erg bedankt voor het kijken. Wat een prachtig optreden was dat. Ik wil jullie ook heel erg graag bedanken voor alle schitterende support. En ik hoop jullie snel weer te zien bij de volgende aflevering. Tot gauw. Jongens, kom erbij. Tot de volgende keer! Niks ervan! We knokken het aard! We zooien het aard als echt! Ja, ga mee! Het begint dus dat ik vertel over waar die koffiebonen vandaan komen. Ze komen dus uit Chili. Daar komen echt de beste koffiebonen vandaan. Ja, je kunt er de beste koffie van maken. En ik was er zo in geïnteresseerd. Dus ik dacht, laat ik er een boek over schrijven. Dit was waardeloos. Ik zeg het je, zelfs in deze appel zat een beurzen plek. Ik ga alle vrienden oproepen om op jullie site slechte recensies achter te laten. Ik laat hier geen gras over groeien. Nog steeds een bijdrage leveren via de link naar een tikkie in de beschrijving van deze video. Abonneer ook op ons YouTube kanaal, wil je nog meer video's zien van de komende avonden. Hopelijk tot volgend jaar in Kunstmin. Doei doei! Doeg!